Dus ik weet niet wat dat is, maar goed. Hoe heet het trouwens als een haai een stukje vlees tussen zijn tanden heeft? Nou? Een langzame zwemmer. Goedemiddag, van harte welkom Gaston hier. We luisteren naar Anycur, iedere zaterdagmiddag op NH Radio. Zeker. Ik ben een uur lang te gast geweest. Ja. Was hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Maar Eddie, mij niet meer bellen, hè? Er weer eentje liggen, hoor. Zo'n prachtige handgemaakte chocoladeverrassing. Ja, jij kan er zelf ook iemand blij mee maken als je even een mailtje stuurt naar keurindemiddag@nhradio.nl. Zoals bijvoorbeeld Tineke Houdijk uit Den Helder deed. Nou, Tineke, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Hoi. Ja, hoi. Ben ik goed geïnformeerd, Tineke, dat jij fan van de show bent? Ja, maar dat ben ik wel, ja. Elke dag, of tenminste elke zaterdag en elke dag, hè, met June. Ja, ook June natuurlijk. June ook leuk, maar we willen ons even concentreren op onze show. En even vissen naar complimentjes, Tineke. Wat vind je er zo leuk aan? Mag ik eens vragen? Ja, wat vind je er leuk aan? Ja, nou ja, gewoon de grappen die je af en toe doet, hè. Oh, de muziek is ook leuk. Ja, ook de muziek wel. Soms zijn ze wel eens een beetje erg, maar... Ja, soms zijn de plaatjes erg, hè. Ja, vervelende muziek af en toe. Ja, vind je soms dat een grapje te ver gaat? Nou, nee hoor, nee, voor mij niet. Nou, jij wint dus, of je krijgt voor ons een handgemaakte chocoladeverrassing naar keuze. Nou, dat is hartstikke goed. Oh, toch? Blijf je lekker luisteren? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat blijf ik. Sterkte met je dochter en een mooi weekend, Tineke. Ja, en bedankt, hè. Graag gedaan. Ja. Oké, doei. Hoi, weer een vrouw blij gemaakt. Nou, dat is lang geleden. Orkest van Madoes in de Daak. Is dit Forever Live and Die? Ja, houdt ook wel van een zoetje, als ik zo naar je kijk, Lexje. Ik ben er niet vies van. Nee. Nee, mensen, een klein zwembandje heb je hier. Dus, ja. Dat heb ik ook, hoor. Dus, en Marcel ook, die hebben we allemaal. Wij mannen op leeftijd hebben een klein dakje boven onze penis. Nou, dat mag toch gewoon? Mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat zeggen. Ja, hoor. Tentoonstelling. Erop uit met de kinderen. De agenda met Marcel Hofman. Marcel, ik vind het te kijken naar mijn dakje, maar dat valt wel mee. Ja. Een klein dakje. En nog zie je je penis niet. Plat dak. Dat was pas triest. Mijn neus is zo groot. Ja, nou, dat is inderdaad heel triest. Dat is het. Hoehoe, zoals de uil zou zeggen. Waarom zou die dat zeggen? Hoe klinkt trouwens een homoseksuele uil? Hoehoe. Maar los daarvan. Nog nooit gehoord. Maar goed, je bent toch geen blondje? Vriendin van mij is trouwens wel een blondje. Is dat een blondje? Ja, is een blondje, ja. Oh. Die zijn lastig later in de krant. Ongelukjes gebeuren het meest in en om het huis. Ja. Om die reden is ze verhuisd. Dus, Dank je, Marcel. De agenda met Marcel Hofman. Ik ben geen homo, maar ik woon met een man samen in Engeland. Ja. Dat heeft hij gezegd. Cliff Richard zei dat. Weet je het al, Marcel? Marcel is al weg. Wist je dat, Lex? Oh nee, dat weet ik niet. Ja, dat heeft hij gezegd. Waar? Sir Cliff Richard op de radio. Praat al heel lang niet meer, hoor. Dit is We Don't Talk Anymore.